Deze nieuwsuitzending is weer heel erg vrolijk. Kan je weer gaan luisteren voor het slapen gaan. Ik ga ook niet gekke stemmetjes opzetten. Ben jij mal, zeg? Ik ga niet schreeuwen. Ik ben niet boos. Waarom eigenlijk? Ja. Het is alleen maar informatief. Ik doe deze uitzending met name voor mijn kind. Nina Elisabeth Wilhelmina Winkel. Haar geheime naam is Filemon. Maar dat, ja, ik weet niet of ze dat onthouden heeft. Ze heeft een erg goed geheugen en een geweldig ontwikkeld vermogen tot verdringen. Ja, zo gaan die dingen. Het zijn kinderen. Pop, daar ben ik nog niet aan toe. Hoe vaak ik dat niet gehoord heb. Ah, goed, iedereen wordt ouder en mijn kind is 18. Ze drinkt nog steeds helemaal geen alcohol. Maar dat vind ik niet erg. Als mijn kind ook gaat drinken, dan gaat de prijs van alcohol omhoog. Een wet van vraag en aanbod. Prijselasticiteit. Dus ik ben blij met een niet alcohol drinkend mens, ook al is het mijn kind. En voor mijn kind, als ik het moet uitleggen. Zij gaat werken, is ze van plan, ik weet niet of het gaat lukken, in de psychologische hulpverlening. Mijn kind is zich uitermate bewust van het feit dat het begrip clochard, dat is niet langer uitsluitend in Parijs, waar die mannen eindelijk verlost van hun vrouw lekker rode wijn zaten te drinken onder de brug bij een temperatuurtje totdat je niet eens een dekentje nodig hebt. De rode wijn houdt je wel warm. En de Seine, die drijft lekker van rechts naar links. Of van links naar rechts, ligt natuurlijk aan welke kant je onder de brug zit. Moet wel logisch blijven. En zij ziet dat het begrip clochard, dat is hier in Nederland. Wat ben jij vandaag? Oh, ik ben dakloos. Zij is begaan met deze wereld. Daar heb ik ook op toegezien. Dat ga je met kleine dingetjes leren. Ik heb nog andere uitzendingen gehouden over hoe je nou precies met kinderen om moet gaan. Stel ik je psychopaten, denkt alleen maar aan zichzelf. Ja goed, daar ga ik het nu niet over hebben. Ik ga het hebben over die soepzooi. Zoals Wim T. Schippers zo mooi heeft gedicht. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die soepzooi toch vandaan? Waar eens de boterbloempjes bloeiden, staat nu een maf paleis. Nou, dat gaat over het concept de antichrist. In de Koran wordt gesproken over Gog en Magog. Neem daar ook maar kennis van. Ik ben van plan om een man die de Koran gelezen heeft, vanuit zijn hart, dus niet eventjes zoals de Donald Duck doorbladeren, maar echt ter harte nemen. Daar het positieve van in wilde zien. En dat hij met mij een gesprek gaat houden over wat hij ontdekt heeft over Gog en Magog.
In de Bijbel wordt gesproken van de antichrist. Die is bijzonder nauwkeurig, die beschrijving. De beschrijving die in de Bijbel staat van de antichrist, dat is niet van, dat is Pieter Jan Hendrikszoon, geboren te Amsterdam-West en op 3 hoog 80. Nee, dat niet. De antichrist, dat is niet echt een persoon. Het is de overname van ons personen. En dat doen ze met spooky dookie en allemaal ritualen of rituelen. En vooral de kleuren, dat is scarlijnrood, volgens mij. Het is niet zomaar rood, van het bijna roze, dan ben jij gek. Scarlet is die Engelse kleur. En die andere kleur is paars. Purple. Veel later zou Goethe, een Duitse dichter, en oh, die heeft hele mooie dingen gedicht hoor. Het is een leuke Nederlandse grap. Ik heb dat gehoord, dat was Marcel Kuipers. Ik gebruik zijn grappen. En die ging voorlezen uit Goethe. En we hadden een muziekavond. Het was zo'n grappige jongen. Maar die vond, kom op, we gaan wat geks doen vanavond. Dus hij hield een performance. En ik ging die voorlezen uit Goethe. Hij had echt een boekje bij zich van meneer Goethe. Tijdgenoot van Arthur Schopenhauer, by the way. Ja, Goethe. Hij is over, kijk, dit is dus Goethe. En je kan weten dat het oké is, want eigenlijk heet hij goed, hè? Ja, Goethe is goed, hè? Goethe is goed. Goethe heeft een kleurenleer geschreven. Ik denk dat als je de kleurenleer van Goethe erbij pakt, en je pakt het boek Openbaring erbij, het laatste boek van de Bijbel, met dat scarlet en purple. Ik denk dat je connecties gaat maken. Nou, en waar komt die antichrist vandaan? Nou, die antichrist heet de antichrist. Hij heet dus niet de anti-Boeddha. Hij heet de antichrist. Arthur Schopenhauer, de Duitse schrijver, die gaat dan, ja, hij is heel sceptisch over bla bla. Dat zou jij ook moeten zijn. Bla bla, heb je niks mee te maken. Arthur Schopenhauer heeft wel gezegd, als je dan toch een volksfilosofie wil stichten, toch een kerk wil oprichten, doe dan maar boeddhisme. En hij is niet de enige die dat zegt. Ik ben bij theosofen op bezoek geweest. En iedereen zegt, ja, theosofen, dat is eng hoor. Dat is met Annie Bressant en Helena Petrovna Blavatsky. Nou, ik kan je vertellen, theosofen, die bijten niet. De toegang is gratis. In de pauze mag je tijdschriften kopen. En die heette dan, ze hebben zo'n maandblad en het heet Lucifer. Ja, het lijkt allemaal heel erg eng, maar het valt reuze mee. Kom op.
Theosofen zeggen dat ook. Die theosofen die lezingen hielden waar ik in de zaal zat. Helena Petrovna Blavatsky, die heeft dat volgens mij letterlijk ergens gezegd. Als je dan toch wat wil, doe dan maar boeddhisme. Daar begint het ook mee. Want dat was 300 jaar voor onze jaartelling. Maar het verhaal van Christus, ja, dat gaat in de stroomversnelling. Want dat gaat even keihard. Er zijn mensen die zeggen, maar met de Bijbel, in het Nieuwe Testament is het allemaal pais en vree. En in het Oude Testament is het... wat een gezeur. Het Nieuwe Testament is helemaal niet pais en vree. Lees het boek Openbaring maar. En trouwens sta ook even stil bij... het feit dat Christus Jezus doodgemarteld is. En dan wel fatsoenlijk. Hij mocht aan een kruis hangen. Iedereen mocht komen kijken. Lekker dramatisch. Dat was hem dan wel gegund. Maar dood was hij wel. Zijn lichaam. En heel wonderbaarlijk. Het duurde 3 dagen... En toen zagen mensen hem weer lopen. Ra, hoe kan dat? Maar laten we beginnen met Boeddha, mijn lieve kind. In die tijd had je ook al staten. En een staat had een koning of een koningsfamilie. Nou, die mensen die willen niet hun eigen toilet schoonmaken. Ze hadden ook helemaal geen toilet in die tijd. Maar iemand moet met de poep helemaal lopen. Dus die hebben allemaal onderdanen nodig. En iedereen moet eten hebben. En dan maken ze eigenlijk een soort kerk. Een soort samenscholingsgebied. Muren eromheen. Maar er zitten landerijen in. Van alles, hè. Paardenstallen. Dat zijn in principe zelfvoorzienende gebieden die dan... Daar heb je natuurlijk belastingambtenaren nodig. Je hebt meer land nodig om van te eten dan alleen binnen de muren van de stad. De landerijen buiten liggen. Ja, die mannen moeten op paarden rijden. Maar je snapt het wel, dat is een vorm van een samenleving. Niet per definitie slecht. Het is een beetje alles voor jezelf houden. Maar aan de andere kant zijn allemaal rovers. En dan zijn die muren wel weer handig. Hè? Nou, in zo'n stad was een prins geboren. Een zoon van de koning. Binnen de koningsfamilie. En die jongen was blij, joh. Ik zag overal de humor van in. Hij denkt, wat een geweldig leven is dit. En iedereen om hem heen, die was ook, ja, sommigen zaten te zeuren, maar er was in feite niks aan de hand. Iedereen had elke dag te eten en een feestjes, van die ceremonieën, dat doe je ook even mee. Hij vond het allemaal wel best. Hij is zelfs getrouwd in die tijd, als ik mij goed herinner. En blij dat hij was. Tot hij op een dag buiten de staat kwam. De stad. Een stad of een staat. Maar het is de staat. En dan zag hij de mensen die helemaal niks te maken hadden met de staat. En de staat wilde ook eigenlijk niks te maken hebben met die mensen. Want die hadden niet eens een potscherf om hun lepra-bulten weg te krabben. Die waren armer dan Job.
En Boeddha kende het boek Job niet. Want het boek Job, dat is geschreven samen met Genesis, 1400 jaar voor onze jaartelling. En nee, er was geen YouTube-video van, maar we mogen het ongeveer aannemen, hoor. En Boeddha die zag die armoede, die ellende, ondervoede mensen, vieze kinderen, met snotte bellen en geen zakdoek. En een rechter mouw die al hard ziet van de oude snot. En toen kon Boeddha niet meer terug naar de staat. Een leuke anekdote die ik gelezen heb, was dat hij toch een keer terugging naar de staat om te vertellen dat hij niet meer terug zou komen. Vriendelijk afscheid nemen. En dat zijn vrouw tegen hem zei, of over hem zei, ik heb hem nog nooit zo gelukkig gezien. Dat is Boeddha. Boeddha is dan Sanskriet of Pali, of wat zo, een of andere taal, een of andere taal. En de inwendigheid van dat woord, want Boeddha dat zijn lettertjes, B-U-D-D-H-A, of je mag het op allerlei manieren schrijven. Google Translate, die trekt zich daar toch niks van aan. Boeddha is Boeddha. Maar de inwendigheid van het woord, dat is de betekenis. Dus bijvoorbeeld het woord periwinkel, dat betekent voor verschillende mensen andere dingen. Er zijn er die mijn bloed wel kunnen drinken. Maar de betekenis van het woord Boeddha heeft daar geen last van. Het betekent zoiets als kind van God. Het lam God, het onschuldige. Want Boeddha was niet schuldig. Je kan Boeddha niet kwalijk nemen dat hij een ontzettend leuke jeugd heeft gehad. Daar kon die jongen niks aan doen. En op latere leeftijd, toen vond hij dat niet meer te pruimen. En hij had zoiets van, nou, doe mij maar niks. En de verhalen die hij had. Dat mensen tegen elkaar zeiden van, heb je net gehoord wat Boeddha nou weer heeft gedaan? En mensen zeiden, wat? Dus er werd over hem geouwehoerd. En niet zo'n klein beetje ook. En iedereen had het over Boeddha dit en Boeddha dat. En toen heeft er een handigerd ingegrepen en een concilie belegd. Dat is gebeurd rondom het begin van onze jaartelling. Nou, dan kan je gelijk al nattigheid voelen. Boeddha had geleefd op zijn eigen manier. Boeddha had geen fiets, hij had geen CO2-permissiecontracten. Hij had helemaal niks. Hij had iets wat lijkt op een jellaba. En wat sandalen. En eten, dat at hij alleen maar op als het er was. Nou, als je niks te eten hebt, hoef je ook niks te kauwen. Dat scheelt toch weer. Zijn zulke... Hoe Boeddha aan zijn einde is gekomen, is ook waardevol. Niet zo dramatisch als Christus Jezus. Want we gaan het hebben over de antichrist, mijn lieve kind. Hoe de wereld in vuur en vlam staat.
gaan naar 2 Efeziërs 6, staat het volgens mij. Er is helemaal geen oorlog tussen mensen. Er is een oorlog tussen ons en de overheid. Of beter gezegd, de overheid voert oorlog met ons. En dan gaan ze tegen ons zeggen, nou, jullie mogen geen wapens. Nee, ze scheiden 7 kleuren stront. Als je aanvalt, nee, even uitleggen over de oorlogsstrategieën van de overheid. Kijk, als je aanvalt, is het verstandigste dat je van tevoren tegen de tegenstander zegt, alle wapens inleveren. En laat je er maar om lachen. Ja, kind, ik heb het makkelijk. Ik ben bijna 60. Ik heb mezelf 70.000 keer in de ronde gewerkt. Ik heb mijn partij CO2-belasting veroorzaakt. Nou, die ga ik mooi niet betalen. En jij moet er nog een tijdje tegenaan. Keep on smiling, baby. Gewoon hou je vast bij hoe het zit. Stel, je zit in een hele grote wilde oceaan. En ergens is een schip. Ja. En dat drijft nog. Nou, wat ga je doen? Ga je weg van dat schip? Dat je denkt, oh, ik ga lekker zwemmen. Ik kom vast een eiland tegen. Ja, of ga je naar het schip? Ja, maar dan ben ik bij het schip en hoe kom ik dan binnen? Ja, weet ik veel. Kloppen misschien? Van, hallo, ik zit hier beneden. Hoe Boeddha aan zijn einde kwam. Hij ging weer eens aan de wandel. En mensen zeiden, oh, ga je nou al weg? Boeddha was een voorbijganger. Waar Christus Jezus later mee zou komen. Wees een voorbijganger. Hecht je niet. En dan heftiger. Heftiger dan Boeddha. Daarom is ook de antichrist er en niet de anti-Boeddha. De Boeddha was echt een poezeltje. Was echt een heerlijke vent. Niet zo vervelend als ik. En Boeddha zei, ik ga eten daar en daar en dan krijg ik lotuswortel. Van een bepaalde plant. En die mensen zeiden tegen Boeddha van, zou je dat wel doen? Want Henk of Herman of hoe zo iemand maar heette in die streken, die kan niet koken. Nou, daar nam Boeddha geen genoegen mee. Die man had beloofd om avondeten te maken. En ja, je neemt een risico. Want die ene wortel waar het om ging, die moet je wel goed klaarmaken. Het geldt over kimiri, by the way. Even naar de hedendaagse samenleving terug. Maar je gaat bij iemand eten en die gaat iets maken met kimiri-noten. En dan heeft hij een salade gemaakt met veldsla, paddenstoelen en dan kimiri-noten erin. Een klein beetje opgewarmd, maar niet gebrand. Dus ongebrande kimiri. Hij heeft bijvoorbeeld die kimiri-noot een beetje gekookt. Of god beter het gewoon rauw erin gedaan. Ja, daar moet je geen hobby van maken. Hè? Als je kimiri is hartstikke lekker. Maar dan moet helemaal wel frituren, bakken, bruine randjes erop. Want het grote geheim van die kimiri-noot is, dat zit waterstofcyanide in. Datzelfde spulletje wat ze toen verpakt hebben in een granulaat en het heet het Cyclone B. En dat gebruikten ze om allerlei beestjes te doden. Ook de luizen. Dus dan was je kleding lekker fris. Nou, je had je allemaal luizenlijken in je kleding, maar dat is een soort van stof en dat klop je er wel weer af. Ja, Boeddha die wist het allemaal wel en die zei, ja, ik ga toch. Nou, dat was zijn laatste tocht.
En al die mensen van, ja, we hebben het nog gezegd, doe dat niet. Een hele mooie van Boeddha. Voor jou, mijn lieve kind, in de opvoeding. Boeddha ging weer eens aan de wandel. Die mensen, hoe ga je nou al weg? Ja, zei hij, kom alweer terug. Maar ik ga nu naar dorp B. En dat lag aan de andere kant van de heuvel. En hij zei, hoe moet ik daar naartoe wandelen? En die mensen zeiden, nou, er is een pad. En dat gaat onderlangs. Dat is wel een beetje omlopen. Dat is een veilig pad. Oké. En dat andere pad dan? Nou, mensen, dat kan je beter niet doen. Dat gaat over de heuvel heen. En dan ben je er zo. Maar daar woont die boze man. En die valt de langslopers lastig. En er zijn gevallen bekend waarin langslopers met blauwe plekken terugkwamen. En dan, dit verzin ik erbij hoor, maar even voor het plaatje te schilderen. En dat ze met de blauwe plekken toch onderlangs moesten lopen. Dus doe dat nou niet. Oké, zei Boeddha. Ik heb het begrepen. Ik neem de kortste weg. Want Boeddha was geen ezel. Hij had toch niks. Dus we maken het uit. Hij loopt dus over die heuvel heen. En ja hoor, hij komt die boze man tegen. En die man is ongewapend, maar die rent op een boom af. Dit verzin ik er allemaal bij, hè, om het plaatje te maken. En die rent op een boom af, die rukt er een tak af. En die gaat heel dreigend met die tak als wapen. Ik sla je helemaal verrot, jongen. Jij wil hier langs? En Boeddha zei tegen die man, dag meneer. Waarom bent u zo boos? Oh, zei die man, ik heb een hele vervelende jeugd gehad. Mijn moeder, zus en zo. Huh? Oh, zei die boze man, en dat maak ik weer goed. Door heel boos te doen tegen andere mensen. Maak ik debit credit. Voor wat hoort wat. Mijn moeder. Maar die snapte het, hè? Maar zo zei hij, jij bent er dus voor dat als er schade is toegebracht, dat hersteld moet worden. Ja, zei die boze man. Ik ben aan het herstellen. Ik ben schade aan het herstellen. Ja. Maar toen kwam Boeddha, dat was een, zeg maar, echt een soort Johan Cruijff van de filosofie. Of de Michael Tal van het schaken. Ook van de filosofie. Ja, Michael Tal is ook zo'n goeie. Kijk maar eens naar wedstrijden van Michael Tal. Nee. Hij lijkt te verliezen, maar dat is niet zo. Dus Boeddha stond er helemaal met niks. En die vraagt aan die man van, ja, oké. Jij bent van het schade herstellen. En in je handen heb je toch een tak. En die boze man die kijkt naar die tak in zijn handen en die zegt, ja, dat is waar. Ja, zei Boeddha. En die tak die zat net aan die boom. Klopt toch? Ja, zei die boze man, dat is waar. Nou, dan heb jij voorlopig die boom te repareren, hè? En die tak. Zie hem er maar weer bovenop te krijgen. Dit is keihard waar.
En toen Christus Jezus geboren werd, toen werden dit soort verhalen opgeschreven. Toen was hij nul. En die boeken werden geschreven in India. Hoe het met het boeddhisme is afgelopen, is dat ze dat overgenomen hebben. Dus die Dhammapada is gedrukt. Blokdrukkunst of zo. Want we konden al heel erg lang stempels maken, hoor. Heb je een scherp mes voor nodig, een beitel. Het is bewerkelijk. Maar. En ze slijten, hè? Die houten stempels, die gaan zoveel pagina's mee en dan is het op. En ze hebben dat overgenomen en geformaliseerd. En dan zijn ze begonnen met boeddhistische kloosters. Ja, dat slaat nergens op. Dat soort dingen had Siddhartha, de Boeddha, Gautama, de Boeddha. Dat is een religieuze naam. Niks mee te maken. En dan gaat het natuurlijk bij elke filosofie erom wat de moraliteit is. En hoe je komt om zo te worden als Boeddha en afstand te doen van al je bezit. En te geven om de mensen om je heen. En alleen maar dat. En in die boeddhistische kloosters, daar is ook van alles gebeurd. Echt hele leuke dingen opgeschreven. Je kan in je broek pissen van het lachen. Als je daar meer van wil weten, dan raad ik je aan om de boeken te gaan lezen. Van de bla bla die Osho Rinesh Bhagwan heeft gedaan. Die man is vergiftigd in de jaren 90, in de jaren 80. Ze hadden geen behoefte aan dat soort mensen die in at-one-ment zijn. Atonement. Mensen zonder honden voor hun tempel. Achteraf bezien, ik vond Bhagwan in die tijd, we hebben het toch over Boeddha in India. Bhagwan, dat betekent letterlijk zoon van God. Maar dat is een titel. Hij was het niet. Hij heeft dingen uitgelegd over Christus. Hele slimmerik. Hij kende Schopenhauer, Nietzsche, Kant, de Bijbel, maar ook de Bhagavad Gita. En daar heeft hij niet veel mee. Sommige stukjes. De Koran heb ik hem nooit over gehoord. Dat is jammer. Ik had graag geweten wat hij erover te vertellen had. En dat boeddhisme, daar staat Osho ook bij stil. Met kloosters en je moet dit en je moet dat en zus en zo. Dat moet helemaal niks. De oorlog is dat de overheid oorlog voert tegen ons. Meer is er niet. En de overheid heeft Osho Rinesh Bhagwan vergiftigd. Hebben ze uitermate slim gedaan. Hij sprak respectvol over Christus.
En wat is nu Christos? Christos lijkt uiterlijk heel erg veel op Boeddha. Hij had niks. Hij had zijn woord. En voor de rest niks. Hij heeft een tijdje gewerkt als bouwvakker, zeggen ze. Dat kan ook een architect geweest zijn. Dat hij tekeningen maakte van hoe er gebouwd moest worden. Zou ook kunnen. Wij weten van zijn een paar dingen toen hij 12, 13, 14 was. Aan het begin van zijn puberteit. En dan weten we een hele tijd helemaal niks. En toen hij 30 was, toen zei hij, ik ben diegene die destijds, toen ik 13 was, die priesters heb aflopen zeiken. Nice to meet you. Help you get my game. Hij heeft dingen gezegd als, ik ben hier niet gekomen om vrede te stichten. Nou, ga daar maar aan staan. Ben jij ook zo? Liever wel. Wat hij gedaan heeft, is priesters afzeiken. Vanaf zijn 30ste ging die wilde. Hij heeft die ontmoeting gehad met Johannes de Doper en die zag wat in hem. Johannes de Doper is onthoofd. Ook zo'n leuk verhaal. Dus ga mij niet vertellen dat het Nieuwe Testament alleen maar pais en vrij is. Christus had de pest aan dodenverering. Ik ook. En jij ook. Kijk maar in je hart. Als iemand over... Daar gaan we het niet hebben over de dood. Het is verspilde tijd. Het laatste wat ik erover wil zeggen is dat begrafenissen leuke gelegenheden zijn om rustig onder je stem fluisterend te spreken dat het mooi weer is. Of een leuke anekdote ophalen van degene die pleiten gegaan is. Maar jammer dat die pleiten is. Want, ja. We hadden nog dit kunnen doen of zo. Want hij was toch zo geinig dat hij kon goochelen. Weet je nog dat hij in het water gevallen is? Dat je stilstaat bij de schoonheid van het leven. Ja, dat mag. Het hele mooie is dat Christus Jezus met zijn clubje, die wilde weer van A naar B, net als Boeddha. En er was er eentje en die zei van, ja, ik hoor van jou, ik hoor via via dat we morgen gaan lopen. Maar morgen is de begrafenis van mijn vader. Kunnen we niet een dagje later gaan lopen? Dan kan ik daar nog even naartoe. En Christus Jezus zei, fuck you. Letterlijk, op zijn Nederlands vertaald, want Christus Jezus sprak geen Nederlands. Op zijn Nederlands is dat letterlijk vertaald. Laat de doden begraven.
Ja, zo hard sprak Boeddha niet. En Christus Jezus wel. En het was ook mooi het einde. Wij zijn nu vrij. We zijn vrijgemaakt door Christus Jezus. Dat is een metafysisch inzicht, proces, lalalala. Op alle fronten. En die klojo's, die Babyloniërs, die proberen al die christelijke kerken over te nemen. En stoppen ze daar een infiltrant in. En ze zuigen zo'n kerk leeg. Met een Babylonische gebabbel. En dat heeft Christus duidelijk gemaakt. Toen Christus 13 was, zo ongeveer, toen was hij in Jeruzalem, zullen we zeggen. Ik ben geen Bijbelvaste, daar gaat het niet om. Een belangrijke stad voor het vieren van een of ander jaarfeest. Pasen of zo. Pesach. Nou, aan het einde van dat feest moest iedereen naar huis. En Christus Jezus, die had nog helemaal niet genoeg gehad. Die denkt, ja, ik ben helemaal met mijn ouders naar deze stad gekomen om wat mee te maken. En ik heb helemaal niks meegemaakt, want ik heb geen enkele vraag mogen stellen. Ik hoor alleen maar geouwe hoeren over me heen komen. En daarom kom ik niet naar deze belangrijke stad. Dan ga je me wel even vertellen, waar heb je het over? Nou, kan je dan Christus Jezus verwijten dat hij dat niet tegen zijn moeder heeft verteld, dat hij zou gaan onderduiken? Die klojo heeft gewoon gedacht van, oké, ze kijken even niet, ik ga rechtsaf, doei. Maar hij zat in zijn puberteit. En als zijn ouders opgelet hadden, hadden ze wel geweten dat er iets aan de hand was. Nou, zijn ouders letten ook niet op. Dus die gingen met de karavaan terug naar het geboortedorp, whatever. Waar ze toen weer woonden. En halverwege dan zegt moeder tegen vader, hé, Jezus, waar is Jezus? Moesten zijn ouders helemaal terug naar die belangrijke stad? En ja hoor, dat zat meneer. Vragen te stellen aan de priesters. En dat zou jij ook moeten doen. Schrijf een brief naar Jan-Peter Balkenende. Hoe zit het met de CO2-belasting van de Irak-oorlog? Wat moeten we daaraan mee betalen? En is dat al afgeschreven? Is dat al op de credit gezet? Dat we reserveringen moeten gaan maken voor onze deelname aan de oorlog in Irak qua CO2-belasting. Wij hebben toch die oliebronnen in de fik gestoken? Met napalmbommen of zo? Wat gaat het kosten? En stel een vraag aan die priesters. Wees als Christus. En zo snel mogelijk beginnen natuurlijk. Dus hij deed met zijn 13e, dan denk ik, geweldig. Nou, toen is hij buiten beeld geraakt, we weten er echt niet van. Toen hij 18 was, of 21, niks van bekend. Wat heeft meneer in die tijd gedaan? Sommigen zeggen dat hij in India is geweest. In India zijn momenteel graven van Christus Jezus te vinden. Of één graf minimaal. Er zijn ook berichten dat hij in Albion, heette dat toen. We noemen dat Engeland of Brittannië. Die eilandengroep. Dat hij daar is geweest. Het zou kunnen. Maakt het uit? Nee, helemaal niet.
Hij was een wijsneus. Hij wist precies te zeggen. En degene die hem volgde, ook. Volgen, dat is een... Ai, ik heb dat helemaal gedaan met taalfilosofie. Het is een woord dat is tweeledig. Net als het woord arm. Arm is dat je geen geld hebt. En het andere is een arm. Dan ben je een drone. Want met je armen kan je werken. Als je geen geld hebt, moet je je armen gebruiken. Dus dan ben je arm. Ingewikkeld hoor, met taal. Taal gaat heel erg diep. En Christus Jezus, ja, wat hij gedaan heeft tot aan zijn 30e, dat weten we niet. En toen kwam hij terug. Net als Arnold Schwarzenegger. Hallo, daar ben ik weer. En wat heeft hij gedaan? Gewoon net als Boeddha, gewoon helemaal niks. Gewoon een jellaba en een paar sandalen. En nergens bang voor zijn, hè? Hij was Puk van de Pettenflat. En ik keek op zijn horloge. Nou, hij had natuurlijk geen horloge. En hij had een plan. Dat kon hij niet gelijk vertellen. Want iedereen wordt er bang van. Maar dat plan kwam erop neer. Dat hij zichzelf zou offeren. En dat was nog nooit gebeurd. Dat was een nouveauté. Een nieuwigheid. Een mens die er bewust voor kiest om zichzelf te offeren. Die Bhagwan, Shri Rinesh, die ook al Osho heet, je vindt hem zo, die wist dat. Ik heb gelezen, een Bhagwan die net als Boeddha, net als Christus overigens, want Christus heeft ook nooit wat opgeschreven. Die kletste alleen maar. En een Bhagwan ook. En er worden transcripties van gemaakt. En Bhagwan heeft gezegd, hou er goed rekening mee dat Christus Jezus dit met opzet heeft gedaan. Het heeft geen enkele zin om te huilen over zijn heen gaan. Het is gebeurd. En daar mag je dankbaar voor zijn. Want wat heeft dat veel opgelost? Het heeft in één keer duidelijk gemaakt wat God van ons wil. Het was niet duidelijk met het boek Job en het boek Genesis. En dan krijg je ook nog Exodus. Het wordt alsmaar niet duidelijk. En dan gebeurt er dit. En dat betekent dat onze aarde levend is. Ik heb een hele mooie SS-films gezien van de Tweede Wereldoorlog. En dan offert iemand zich op. Ja, hij schiet wel met een M16 in de rondte. Maar zo heeft Christus Jezus zich niet opgeofferd. Ben jij maf? Hij wist dat hij dan een stok zou krijgen met die priesters. Dat wist hij, daar heeft hij op aangestuurd. Dan zat ze altijd te treiteren. Terecht. Want die kleppen bullcrap. Die klappen bullcrap. Je mag je toch gewoon te zeiken zetten. Dat nou. En toen Christus Jezus zag van, nou, volgens mij gaat het nu ongeveer hartstikke fout. En hij dacht, mooi zo. En wat voor een verhaal is dat, hè?
En op het allerlaatste moment heeft hij tegen zijn volgelingen gezegd: jongens, niet schrikken. Want ik ga iets doen en dat is noodzakelijk. En het noodzakelijke wat ik ga doen is dat ik heen ga. En de reden dat het noodzakelijk is, is omdat ik, als ik niet heen ga, dan gebeurt er iets niet. En wat er dan niet gebeurt, is dat de Heilige Geest komt, de trooster. Het klopt helemaal, hoor. Als je één keer beseft waar moraliteit vandaan komt. En dat je dan ook beseft dat als je dat niet weet of je daar niet bewust naar handelt, dan ben je dood. En zelfs dan, wanneer je niet bewust moreel handelt, als een Teletubby en Lalaland, als een losgeslagen kanon van alles kapot maakt, je feestjes verpest, je hebt met opzet vergeten om die shampoo mee te nemen voor je vriendin, want je was pist op haar. Nee, dat heb ik toevallig vergeten. En dan sta je er buiten. Dan nog blijft, als je het inziet hoe het zit, krijg je hetzelfde loon. Dan word je net zo'n sukkel als ik. Maar dan beter, want jij bent later begonnen. Dus jij hebt meer ervaringsdeskundigheid. En dat is de balansfactor. En nu de antichrist. De antichrist die komt uit Babylon. Van oudsher. Dat is het langst geleden bekend. In die streek waren meerdere steden. En de stad Nineveh. Daar waren ze ook zondig. En dat liep goed af. Babylon niet. Babylon, dat is zoiets als vrijmetselarij, waarbij je bewust bent van de aanwezigheid met een hoofdletter D. En dat je die aanwezigheid net als een toreador voor de gek houdt. Laat hem even op je inzinken. Dat is Babylon. Zij houden mijn vader met een hoofdletter M voor de gek. Als ik even streng mag zijn, in 1990 of 1991. Maar wel op 11 september heeft de vader van George W. Bush, en die vader heette George Herbert Walker Bush, die heeft een toespraak gehouden waarin hij zei: Now I can see a new world order coming. Maar dat woordje nou had je weg moeten laten.
Dat is onzorgvuldig taalgebruik. Hij zegt dus, ik zie een nieuwe wereldorde eraan komen. Mijn punt met die opmerking is dat hij deel uitmaakt van de families, de clans, de toezichthouders die tot taak hebben dat wij tot orde komen. En als je mij vraagt, als ik op de stoel van God mag gaan zitten, ik ben God. Stel, denk je even voor, maar een beetje gnosticistisch gesproken. Satirisch, hè? Maar stel dat ik God was. En ik kijk naar deze aarde. En ik vraag mezelf af, is dit een orde? Ik zie vuilnisbelten, die zijn hoger dan de Himalaya. In het gevoel. Kinderen met snotneuzen. Om over die onderbroeken nog maar te zwijgen. En waar is het toiletpapier? Ga je je billen afvegen met gras? En ik ben niet de wreker, ik ga niet George Herbert Walker Bush omleggen of zo. Hoef je echt geen enkele zorgen over te maken. Ik heb niet eens zin om naar Schiphol te gaan. En dan gaat ze een of andere Surinaamse vrouw die denkt dat er bommen in je bril zitten. Dat is echt waar, hè? Ik ga nooit meer naar Schiphol. Ja, trein overstappen, dat is dan goed te doen. Ik ga wel naar Eelde of zo. En waarom wil ik vliegen? Ik blijf wel lekker hier. Ik ga ook helemaal geen terroristische aanslagen plegen. Wat slaat het op? Het is wel Babylon. En ik haal ze onderuit. Dat is mijn enige taak. Jouw taak als mens is om te strijden tegen een onoverwinnelijke vijand. Namelijk meneer D. De stupiditeit onder de mens. Shatan heet hij ook wel. Oh, jij was vroeger de hoogste engel. En je maakte de mooiste muziek. En nu ben je hier op aarde gevallen. En je bent het overal niet mee eens. En als dat zich gaat verenigen, en dat is gebeurd. Al die satanisten, die zijn op een kluitje gekomen. En daar zitten we mee. En Christus heeft dat duidelijk gemaakt. Daarom heet dat ook de antichrist. Omdat Christus degene was die ons verteld heeft hoe het wel moet. Net als Boeddha. Alleen, ja, iets feller. Hè? En een geweldig einde. Laten we eerlijk zijn. Dat hij bij het laatste avondmaal. Van jongens nog één keer eten. En Christus Jezus die dacht natuurlijk van mooi zo. Dan, hoef ik overmorgen niet meer te scheiden. Dat is even grappig, hè? Satirisch. Hè? Laatste avondmaal. Als Maria Magdalena was er toch ook bij? En voor de rest alleen maar kerels. En dan die toneelvoorstelling van, met Bar Abbas. Barabbas. En het Joodse volk totaal teleurgesteld in deze flauwe koning. Wat heb je aan zo'n koning? Het is gewoon een homo man. Nou, dat werd een drama.
goed gelukt, dus hè. Als je me niet gelooft, ga maar een keer toneel spelen. Doe maar eens een drama spelen. Dat is net zoiets als een saunabad, als je dat goed speelt. Indruk maken. Iedereen aan het huilen krijgen. Dat is hem goed gelukt, hoor. En dat gezeik met die doornenkroon en kom op. Christus Jezus is ook wel van, ja, doe maar met mijn lichaam wat je wil. Maar ik ben met iets anders bezig. Ik ben niet van deze wereld. Ik ben in deze wereld. Denk u nog even in naar Boeddha, hoe Boeddha aan zijn einde kwam, omdat hij dan toch lotuswortel van die ene soort ging eten en die gewoon giftig kunnen zijn en hij nam dat risico. Dat is wat anders wat Christus Jezus deed. En het is horror. Dat ben ik zonder meer met je eens. En daarmee wel de laatste horror. Er is zo'n opmerking van een filosoof. Is het nou Rousseau of zo? Misschien wel Arthur Schopenhauer. Die zei van, wat voor bullcrap is het dat christenen met een kruis lopen? Als Christus in de gaskamer had gezeten, had iedereen met een gaskamertje om zijn nek gelopen. Nou, precies. Want een gaskamer, dat is een genadige dood. Dat stelt niks voor. Wees eerlijk. Het is gewoon poef. Eén keer diep ademhalen en je bent weg. Weet je hoe lang Christus Jezus aan het kruis heeft gehangen? 10 minuten? Ik dacht het niet. De ultieme manier om iemand heel erg langzaam dood te laten gaan. En hij maar door, ouwe hoeren, hè, aan het kruis. Want ze hingen daar met z'n drieën. En met die ene kon hij nog een fatsoenlijk gesprek hebben. En de andere was een dodo. Heeft hij ook nog tegen die ene gezegd van, nou, die andere is een dodo, denk ik. Zo'n leuke mop ook nog. Ja, moppen zijn toch zo leuk, hè? Ja, dat is een Brabants mop, hè? En Christus Jezus, die hangt dan op de... Dan noemen ze daar de anders. Ze noemen dat niet Golgotha. Maar Gazari of zo. Gazara-berg. In mijn Bijbel staat Golgotha. Maar die katholieken hebben alleen maar catechismus of zo. Die lezen geen Bijbel. Nou goed, Christus die hangt dus aan, op de, aan de kruis daar in Brabants. En die roept zo, hé, Petrus, kom eens even hier. En Maria was aan het huilen. Maria, zijn moeder, was aan het huilen. Een grote, ja. Precies wat hij wou, hè. Iedereen aan het janken. Catharsis, zei dat. Je kan ook huilen van het lachen. Hè? Iedereen aan het janken. En Petrus, die heeft zoiets van, oh Christus, Heer, hij komt gelijk naar voren. Want hij wilde natuurlijk niet in de weg staan, hè? Dat de andere mensen Christus niet zouden kunnen zien, terwijl hij daar aan het kruis hangt. Dat was een serieuze mop, hè. Maar hij dan toch, ja, er wordt mij even gevraagd. Dus hij excuses maken aan iedereen die dat zat toe te kijken en de rest allemaal huilen. Hey, mag ik even naar voren lopen, want hij roept mij. Dat is een mop, hè, dat is niet echt gebeurd. Maar hij staat onderaan het kruis van Christus Jezus. En Christus zegt tegen hem, hé, man, ik kan van hier vandaan
kan ik jouw huis zien. Het was het einde. Die Babyloniërs hebben heel veel van die figuren opgevoerd. Zoals Tammuz. Die anderen ook alweer. Nou, ga maar naar Jordan Maxwell luisteren. Jordan Maxwell met dubbel L. Ja, dat is de wet van Maxwell. De rechterhandwet. De rechterduimwet. Ja, die somt het zo voor je op. Maar al die zonen die zijn in de strijd gestorven of whatever, zoals Boeddha. En Boeddha was wel echt, die is niet gemaakt door die lui. En Christus Jezus heeft eventjes gekozen voor de meest verschrikkelijke dood. Uit vrije wil. Uit eigen keuze, moet ik zeggen. Niet uit vrije wil. Hij wist dat hij dat moest doen. Dus een vrije wil had Christus Jezus niet. Hij had alleen maar te zorgen voor zijn discipelen. Dat is wat God van ons wil. En niet dat je dan aan het kruis moet gaan hangen, want dat doen die katholieken dan. Die gaan die kruisiging nadoen. Daar gaan ze films over maken, à la The Passion of the Christ, van Mel Gibson. Dat is een katholiek. Natuurlijk. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Christus Jezus heeft laten zien van kijk, ik ben iemand, ik kan wat. Minimaal was hij timmerman. Als je vader timmerman is, dan kan jij het ook, toch? En ik geef mezelf eraan. En plein publiek. En dan niet een snelle dood, maar een langzame dood. Jij zit ook in dat proces. Dat is de diepere boodschap van het christendom. Daarom is het ook het enige geloof. De Koran, met alle respect voor de Arabieren. Ik vind onder Arabieren meer vrienden dan onder de meeste Hollandse vrienden. Die de Bijbel alleen maar gebruiken die ene keer dat ze geen dunne vloer meer hadden. En toen hebben ze de derde pagina van Hosea 6 eruit gescheurd. En opgerookt. En die inkt in hun bek gekregen. Nou, dat doen Arabieren echt niet. De Koran, die is opgesteld. Het is echt knap in elkaar geknutseld. Wat je wel ziet bij de Koran, is dat daar met meerdere mensen aan gewerkt is. Er was niet echt een eenheid. Wat je in de Bijbel wel hebt. De Bijbel, als je dat ziet als een computerprogramma, daar zitten onderlinge connecties in. Subroutines. Het boek Daniël refereert aan het boek Openbaring en vice versa. En ook Genesis, ja, het klopt allemaal. Lang op gestudeerd. En de Koran is geschreven in 300 jaar. Maximaal.
zijn toevoegingen bij gemaakt. Maar het vormt niet echt één geheel. De Bijbel heeft daar geen last van. We hebben de Koning Jacobus Bijbel van 1611. Dat is de rots in de branding. Het volgende probleem wordt om goed te zorgen voor onze kinderen. Het volgende probleem wordt om de trooster te zijn. De trooster door je te laten handelen. Dat is een overgave. En alleen maar observeren. En alsjeblieft, hou op met schuldgevoel. Want die tijd is voorbij. 2000 jaar geleden, pak een beet ongeveer. Toen zijn al onze schulden, al onze zonden vereffend. Je kan zeggen, het leven is niets meer dan dat jij een geheim agent bent. Een onzichtbaar persoon. Ja, maar dan mag ik niet op een podium staan. Jawel, natuurlijk. Maar onzichtbaar. En dat je rapporteert. Dat je doorgeeft aan mijn vader, de Heere Heere, hoe het zit. En wees vergevingsgezind naar die zondaars. Gedenk Romeinen 12 vers 19. Lieve lievers, wreek niet, dat doe ik wel. Want er is iets wat ons lichaam. Ga er eens over nadenken hoe mooi jouw lichaam is. Urkus, die nu schoot, het hoor erin, twee tieten, of twee kloden. In je lichaam zit een lever en een nier en een dunne darmen, een dinges, 12-vingerige darm. Heb je ook nog een blinde darm? Ik heb hem nog, gelukkig. Ik hoop jullie ook. Ik weet niet waar het ding voor nodig is, maar het zal wel een functie hebben, denk ik dan, hoor. Je hebt een mild. Dan kan je peiling krijgen, man. Maar denk je eens even in hoe dat allemaal in harmonie met elkander werkt. Ja, maar ik heb de laatste tijd heb ik pijn aan endeldarm. Ja, dan heb jij een probleem. Maar ze hoort het niet te zijn. Waarom een probleem met je endeldarm? Scheid je niet goed? Of eet je niet goed? Moet je niet eens even een grapje maken hoor, maar rotte eieren gaan eten. En dan krijg je salmonella binnen, nou dan krijg je inflammatie, je kan je gelijk ziek melden bij de dokter, bij je werkgever. En dan ga je de hele dag bedorven varkensvlees erin, maar maak het uit. Aan de scheiterij. En dan lekker opfrissen met
En die eet je van rijst met bonen en een beetje peper erin. Om dat laatste even weg te werken. Lekker uitje. Goed doorbakken natuurlijk. Zo kan je ook voor je lichaam zorgen, hoor. Niet de hele tijd als huilende kleuter naar de dokter. Goed luisteren naar je lichaam. Belangrijk ding. Jezus had toch ook geen kanker? Jezus is niet overleden aan kanker. Hè? Dat is ook mooi. Hè? En over die langzame dood. En nu wordt het heavy. En dan ga ik het toch over de dood hebben. Want het verschil tussen Christus Jezus en Boeddha en Mohammed en whatever, Confucius of Lao Tse. Ja, die hebben allemaal de stroodood op een of andere manier gestorven. De stroodood, het is Germaans. Je hebt de witte dood, dat betekent dat je ging ter strijde en het leger heeft gewonnen en jij wordt teruggedragen op de kar. Je lichaam dan. En dan krijg je een hele mooie begrafenis, hoor. Want het leger heeft gewonnen. En op de kar, die wordt aan de jonge jongens geduwd. Ja, dan komt je lichaam het dorp binnen. En dan hebben ze een geweldig graf. En dan komt de steen op. En dan heb je ook de rode dood. Dat is ongeveer hetzelfde. Behalve dat je stam dan verloren heeft. En dan krijg je ook een graf. Want jij bent overleden in de strijd. De derde dood is de stroodood. En die geldt alleen voor de wapensmeden. Van die oude mannen die de zwaarden bang, 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 bang. Ja, op een nacht, dan worden ze niet meer wakker. En voor de rest, ja, sterven mensen de stroodood en die worden veracht. Hun families worden echt geshund. Vermeden op zijn Nederlands. Van ja, dat zijn van die mensen en die doen niet mee aan de strijd. Die sterven de stroodood. Ze doen alsof alles zonder meer leuk is, terwijl wij een vijand hebben. En daar moet voor gevochten worden en daar vallen ja, slachtoffers, doden. Dat is de Germaanse filosofie. Daar valt geen speld tussen te krijgen. Het is een mooi verhaal van christenen die zich. Er was toen een Romeinse keizer. Het christendom mocht in het Romeinse Rijk, heeft het christendom geaccepteerd. En er waren de christenen en die zeiden, wij strijden mee. In gebed. Wij vechten niet. Wij nemen de wapenen niet op. We strijden mee. Op dat moment vonden de christenen de keizer van die tijd oké genoeg. Zo gaat het verhaal. Ik weet niet of dat waar is. Maar je kan je wel voorstellen wat ik bedoel, of niet? Het christendom is geweldloos. Per definitie. De strijd is voorbij.
Het is tijd om ons zorgen te gaan maken over de slachtoffers. Al die dommelingen. Al die mensen die niet kunnen delen, niet kunnen rekenen. Die hun tanden gewisseld hebben zonder tot het rekening houden te komen. Varkens. Christus heeft gezegd, als je mij volgt, dat betekent als je mij snapt, dat betekent als je mij begrijpt, dan verander je als een lam omringd met wolven. Noem niemand op deze aarde je vader. Ook een mooie van Christus. Ik ben hier niet gekomen om vrede te stichten. Ik ben er eerder gekomen om al die gezinsverbanden te vernietigen. Je moet het lef maar hebben om dat te zeggen. Of woorden van gelijke strekking. Wat bedoelde hij daarmee? Christus Jezus heeft nog nooit bommen gegooid. Die heeft nooit een zwaard gedragen of een dolk. Wat bedoelde hij met ik ben hier gekomen om de zoon op te zetten tegen de vader en de dochter tegen haar moeder? Een fok begrafenissen, dat zei hij, hè? Op zijn straattaal. Fok begrafenissen. Fok je moeder, fok je vader. Waarom zei hij dat? Doordenkertje. Betekent dat je je lelijk moet gaan doen tegen je moeder? Nee, natuurlijk niet. Want je moet helemaal niet lelijk doen. Het slechtste wat je kan doen is dat je denkt, ik heb een vader en een moeder. En met mij komt het wel goed. Gedenk Boeddha. Uitgangspunt. En je moeder, en vooral moeders, hebben zo'n zware belasting op hun kinderen. Vooral als ze gescheiden zijn. Als je moeder niet scheidt, dan weet je wel dat jouw vader heus zal zorgen voor de USB-aansluiting en de elektra. En, want je vader wil ook zijn minimale... Je vader is gameverslaafd, dus het internet doet het wel. Maar als je moeder geen man heeft, dan gaat ze op jou terugvallen. En leuk is dat. En vooral voor vrouwelijke kinderen is dat een ding. En vanavond blijf je maar een keertje thuis. Want ik heb je al zo lang niet gezien. Christus Jezus heeft gezegd dat die gezinsverbanden, die zijn niet zo heel belangrijk. De meeste mensen die jou van jongs af aan kennen, geloven je niet. Want ze hebben jou in je luier zien schijten en een blauwe plek zien oplopen. En, oh, dat is die stomme Jezus. Ja, die kennen we al, die lult altijd uit zijn nek. Maar dat geldt met name voor je familie.
Een profeet wordt in zijn eigen dorp niet geacht. Je bent omringd met oppervlakkige mensen. En je moet op zoek naar diepgaande mensen. En diepgaande mensen accepteren het christendom puur sang. Als christen kan je tegen een ander mens vertellen dat jij gelooft in de intentie. En dat mag denk ik met een T en met een S. Van het verhaal van het verloren schaap. En dan zijn er mensen die zeggen, oh nee, maar geen gouden hoer. Nou, dan vertel je het niet. Maar wil iemand jou leren kennen, dan kan jij zeggen, ik hang dat dogma aan. En dat is scary business. Osho heeft ervoor gewaarschuwd. Verlichting, dat is leuk. Maar je moet het wel kunnen betalen. Osho was ook tegen evangelisatie. Christus Jezus ook. Want het is niet jij die op zoek kan gaan naar God. Het is God die jou moet vinden. Jij moet je gevonden voelen door God. En dan zit je op je goede weg. En je weet toch hoe het moet. Geen vieze woorden gebruiken. Geen overbodig taalgebruik in het algemeen. Niet met de deuren slaan. Als je modder aan je schoenen hebt, ja, borstelen als er een buitenmat is. En je schoenen uit als je in een kerk binnenkomt. Je zorgt maar voor een lekkere dikke sokken. Wat kost dat tegenwoordig bij de Action? Action is zo'n goedkope weggeefwinkel. 1 euro per sok. En trouwens op de markt kan je ook van die thermosokken kopen. Dan doe je een lekker dun sokje. Een aangenaam materiaal om je voeten heen. En dan een thermosok eroverheen. Je hebt een ruim zittende schoen met een platte ha-hak. Ha-ha. En dan doe je toch je schoenen uit. Dan loop je gewoon binnen, schoon. Het zijn die hele kleine dingen die het doen. En je mag blij zijn met die nieuwe wereldorde. Dat ze al die Marokkanen, Arabieren, Libiërs, maar niet uit, hier naartoe sturen. Want wij zijn multicultureel. Hullie niet. Je hoeft niet te denken dat er in Marokko ook opvang is voor, ik weet niet wat, Hollanders of Denen met een burn-out. Die zouden ook wel weg willen uit Denemarken. Maar hier werk ik mij alleen te pletteren op de snelweg die van dinges naar dinges loopt. Ik wil tomaten kweken in Marokko. Ja, ga het maar doen. Wij zijn de multiculturelen.
En nu nog seks hebben met die wijfies. En dat wordt lachen, jongen. Dan krijg je dus multiculturele Nederlanders. Meisjes met een teentje en zo'n kromme Marokkaanse neus. Zo'n prachtige neus, hè. Die dan gewoon, die dat versje op kunnen zeggen van, die jongen gaat met dat meisje naar dat feest in dat dorp. En onderwijl wijst ze dan naar dat meisje, dus een klik op je iPhone, dat meisje, naar dat feest, klik, en dan zie je dat feest in dat dorp, klik. Jeetje, man. Daar krijg je mooie Nederlandse kinderen van. Toen mijn dochter thuis kwam, gewoon met kinderen van school, zat daar een Turkse jongen tussen. En ik keek zo naar hem en ik denk, ja, je bent wel een mimofo. Ik mocht hem wel, hè. Ja, mijn dochter die werd maar langer en langer. En hij had daar niet zo'n zin in met zijn lichaam. Dus dat bleef een kleintje. En dan zei mijn dochter tegen mij van, nee, dat gaat hem niet worden. Ja, shit happens. Maar ik zag het wel zitten. Daar in Turkije, daar is een partij land te koop. Dat kost je helemaal geen drol. Een soort nieuw Zuid-Afrika. En geef mij dat land. Ik maak er wel wat van. Eerst een waterpartij. En de rest zien we wel. We gaan kalverenstront importeren vanuit Nederland. Die kalverenindustrie. Ik hoop dat jullie dit weten. Ik den er even lekker door gewoon over de hedendaagse maatschappij. Hè? Iedereen die zit een beetje melk te drinken. En yoghurt te eten. Het komt allemaal van koeien. Het vervelende van koeien is dat het zijn 50%... medewerkers, dat je denkt van ja, aan jou heb ik wat. Lekkere dikke tieten. En er komt steeds een nieuwe koe uit. Dus dat is de ultieme medewerker. En dan heb je die andere. En daar heb je niks aan. Ja. Het is jammer. Het is jammer. Het is jammer. Maar helaas. Je hebt er niks aan. En wil jij een veeboer worden? Wil je stieren gaan kweken? Voor de wat? Voor de stierengevechten? Dus al die stieren, ja, die komen in, ja, die worden gelijk ingeblokt. Maar ja, je wil niet dat ze tot wasdom komen. Dat snap je toch wel? Want dan breekt hij de hele stal af. Wil je klein houden? En die geef je dan synthetische melk, een stukje van de moeder en iets. Dan krijg je van het kallesvlees. Dat is vlees, daar zit bijna geen bloed in. En je kan het in je mond stoppen. Als je er goed over nadenkt, dan denk je, bah. Maar al die mannetjes gaan eraan. En dat scheidt, jongen. En het probleem, dat weet ik echt. Ik ben een insider, ook in het milieu. Die kalverenstront, dat zijn allemaal stiertjes. Dat
Beter is niet te pruimen. Ja. Nou, doe mij die kalverenstroom maar. Een hele grote tanker. En een stukje of 3 biologen die dan ook een beetje chemische dingen kunnen. Even samplen. Een beetje kalk erbij. En dan de Sahara in. Dan stort het daar maar neer. Dan maken wij eilandengroepen van stront. Maar dat duurt niet lang. Je kan er zaden in stoppen. En dan begin je met pioniersplanten. Wat maakt het uit? Op de lange termijn denken, weet je wel, met milieu en duurzaamheid. Nou, maakt de Sahara gewoon. En wat doen ze met kalverenstront tegenwoordig? Ja, heel ingewikkeld. Het moet allemaal door waterzuiveringsinstallaties, voordat het dan in de Rijn mag komen, of de Maas, of whatever. Hou ermee op. Al die stront moet je opvangen. En dan uitstorten over de woeste gebieden. En God doet de rest wel. Serieus? Als jij stront gaat storten in de Sahara, dan gaan er dingen gebeuren. Dan moet je een beetje satanistische stenen, windbrekers gaan maken. Om je rekening te houden met die stormen. Je hebt dat zo tot bloei, man. En al je stront moet erin. Dat is het besef wat wij mensen moeten beseffen. Kijk naar je lichaamsgewicht. Je hebt fasen waarin je lichaamsgewicht toeneemt. Je hebt fasen waarin je lichaamsgewicht afneemt. Meestal schommel je omtrent de zoveel kilo. En die is stabiel. En dan kan je zeggen, ja, maar ik was vroeger was ik 80 kilo en nu zit ik boven de 100. Of tegen de 90. Ja, maar je gaat geen 180 kilo worden. Oh, ik heb op internet gezien dat je heel dik kan worden. Ja, en dat zijn heel erg grote uitzonderingen. Groot, met name groot. En jij als mens, hoe zwaar je ook bent, als jij een kilo, weet ik van wat, in je mond stopt, ja, wat blijft er van over? Wat neem je op? Een beetje. Je kan net zo goed heel erg weinig eten. Dan eet je alleen maar wat noten en bessen. Dan sta je 's morgens op en ja, dan moet je een beetje water hebben. Even doorspoelen. Noten en bessen. En bananen. En dan 's avonds een kopje groene thee. En dan ga je naar bed. En 's morgens een glaasje water en wat noten en bessen. Wat moet je overdag nog eten? Aardappels of zo. Als je moet lopen. Worst heb je niet nodig. Worst en eieren en kaas en melk, dat is voor luie mensen, zoals ik. En ik neem alleen maar de allergoedkoopste worst en de allergoedkoopste eieren. En ik wil niemand tot last zijn. En voor een mens, ja, wat heb je nodig?
En als je in die... hoe heet dat? Stance? Engels is dat. Stance. Naar de wereld kijkt. Dan vindt God jou. Dat is wat ik jou beloof. Vroeger of later. En doorzetten. Want jij kan helemaal verdwaald zijn in de kelder. Van, hij is heel ellendig en alles stort in en die trap is weg. Ga maar kijken naar Netflix. Zo ellendig kan jij zijn. Want jij bent het verdwaalde konijn. Als jij overschakelt, vindt hij jou. En alsnog ga je dood. Over die langzame dood van Christus. Ik ken de werken, dat zijn transcripties van interviews, van een vrouw en die heette Elisabeth Schwarzkopf. Elisabeth Zwarte Hoofd. We zeggen in het Nederlands niet een kop. Een kop is van een dier en een paard heeft een hoofd. Elisabeth Schwarzkopf. En zij heeft een groot deel van haar leven besteed aan bijna doodservaringen en interviews gehouden met mensen die klinisch dood waren en daarna konden praten. Die verhalen heeft ze opgetekend, geschreven. En ze werd beroemd. Ik heb haar werk gelezen. Ik heb er 1 of 2 boekjes van 130 pagina's ongeveer. Nee, misschien wel meer. Gelezen. Het opmerkelijke is dat mensen die teruggekeerd zijn van de dood, die daar de grens van ervaren hebben, die spreken van een wit licht. Inmiddels weet ik dat in het Tibetaans dodenboek hetzelfde staat. Tibetaans, dat komt van Tibet, dat is die heuvelrug boven India, waar de Ariërs omlaag van gedaald zijn. Zo gaat dat verhaal. Spannend, hè, de mensheid. Het Tibetaans dodenboek vertelt dat als iemand de pijp uitgaat met een schuld, dan is dat geen goed bericht. Dus met al die mensen die met mij als christen willen praten over wat er geschreven is, bij deze dat. En was Christus Jezus schuldig? Zo ja, aan wat? Had hij toen hij die keer dat hij bij die priesters wilde blijven om ze af te zeiken,
een briefje in de tas van zijn moeder moeten stoppen. Van: mam, maak je geen zorgen, ik kom heus wel thuis. Dat was zijn zonde. Hij was pissed off over die priesters. En hij zat in zijn puberteit. En toen hij 30 was, en uiteindelijk dus geheel volgens eigen plan aan het kruis hing, heeft hij nog gezegd: God, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat kan je laten vallen onder de categorie gezeur aan het kruis. Ik vind het leuk dat het opgeschreven is. En toen Christus aan het kruis hing, kon hij dat niet opschrijven, maar het is wel opgeschreven. Oh, meneer de Edelachtbare, ik heb hem niet vermoord. Ik heb een huurmoordenaar ingehuurd en die heeft hem vermoord, dus ik ben onschuldig. Nee, want jij bent de opdrachtgever. En zoals Christus Jezus ook de opdrachtgevers van het goede. Zoals God, godverdomme, wil dat wij gaan doen. Ja, maar ik moet morgen naar mijn werk. En dan meld je je maar gewoon ziek. Ja, maar wat voor ziekte moet ik dan melden? Nou, dat zeg je. Dat je een burn-out heb. Tegenwoordig is dat een gratis ziekte, hoor. Iedereen vergeeft het jou. Ik moet gewoon zeggen, ik heb een burn-out. Dan moet je ontzettend gaan hoesten. En ook belangrijk zou ik het vinden, dat als je dan toch meldt dat je een burn-out hebt, dat je eventjes met je burn-out naar de keuken loopt en dan pakken we een ui. En die gaan we zo dadelijk in de vuilnisbak gooien. Maar die andere stukje van het ui, die ga je zo dadelijk lekker heel dun snijden. En dan lekker in de olijfolie, heel zachtjes. En dan die knoflook erbij, zo heel zachtjes. En dan een eitje erin. Heel zachtjes. Dan maak je een roerei. Onderwijl heb je rijst gekookt. Aan die andere kant van het ui, die offer je op. Daar maak je een paar mooie plakken van. En één plak onder je linkeroksel en één plak onder je rechteroksel. En dan goed samen drukken. En dan komt die SO2, in een ui zit SO2, zwaveldioxide. En met jouw zweet, want je zweet je helemaal kapot, want je gaat je ziek melden. Je gaat een tijdje lopen liegen. Maar niet heus. En met die twee uien van schijven onder je oksels. Och man. Je hebt SO2 en met dat H2O van je zweet. Geef dat de H2SO4. Dus H2S, dat is enkelvoud. O, dat is enkelvoud. Maar die 4 die erachter zit, dat betekent 4O. Dus H2, dus 2 H's, 1 S en 4 O's. Die krijg je dan. Zo man, dat heet vitriol. Nou, als dat via je oksels binnenkomt, dat vitriol, zwavelzuur, dan besterf je elke adem. Nou, en dat moet je even gaan oefenen. Dat je de tijd weet, want als je je werkgever belt om jezelf ziek te melden, dan: we gaan nu even doorverbinden. Dan moet je even dan moet je zo'n ja, op internet heb je dat ook. Zo'n chromostaat of zo. Hè?
Nee, chronos. Chronos. De tijdmeter. Even checken. Misschien dat je dus de uienringen klaar moet hebben. En een goed zwetende oksels. Kom op. Lekker zweten. Doe je extra veel kleren aan. Omdat er veel water in zit. En dan ga je als eerste bellen. Je zet hem op de speaker. En dan, hallo, ja, dit is de zoveel. Ja, zo, ja, ik voel me niet zo lekker. Kan je me doorverbinden met mijn afdelingschef? Nou, en dan zei ze, hey, natuurlijk ja, want wat is je personeelsnummer? Nou, dat weet je ook nog. Ik ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tieneke. Nou, melden. En dan die uien schrijven onder je oksels. En dan komt die H2SO4, dat zwavelzuur, dan komt je lichaam binnen. En dan moet je wel voldoende tijd hebben. Ja, misschien dat je die dingen onder je oksels moet stoppen voordat je die vrouw belt om je ziek te melden. Maar dat kan je allemaal zelf experimenteren. Dat heet thuischemie. Je gaat wel even down, dat wel. Want het is geen geintje om zwavelzuur door je oksels naar binnen te laten komen. Ja, dan heb je een kind in huis. Dan zou ik ook echt van tevoren zeggen van mama gaat eventjes optreden. Dus blijf op je kamer en als ik weer kan kruipen, dan roep ik je terug. En dan de rest van de dag lekker vrij. Wat dacht je daarvan? Wat denk je dat God van jou wil? Dat jij files maakt op de A12? Dat je allerlei formulieren loopt in te vullen voor de gezelligheid? Of wil jij een keer met je kind naar het park? Of gewoon een eindje wandelen? Je hebt toch een hond of niet? Ga een keer wandelen. Hier in Arnhem kan je wandelen naar de Hoge Veluwe. Daar is een hondenuitlaatplek. Dan mag je hond in de rondte hollen wat het wil. En dan weer terug wandelen. Kost je een hele dag zonder auto. Maar wel een welbesteden dag. En die zwavelzuurvergiftiging, 's morgens om 9 uur. Ja, misschien dat je 's avonds tegen je kind moet vertellen van mama gaat morgenochtend iets heel geks doen. En jij blijft op je kamer. Heb je dat goed begrepen? En daarna komt alles goed. Doordacht handelen. Het leven voor ons mensen is bedoeld om daarvan te genieten en dankbaar te zijn. En dat die klojo's ons overkoepelen met oorlogen op Irak en dan ook al die andere vervelende meelopers die dan vinden van ja, maar een oorlog op Irak, dat gaat ook wel iets positiefs aan zijn. Al die mensen die overal het positieve van inzien. Het zijn onwetenden. Het zijn infidels. Ongelovigen. Ze begrijpen het niet. En moet je je eeuwig bezighouden met dommelingen? Nou, voor zover het kinderen van 3 à 4 zijn, zou ik zeggen, laat ze tot mij komen. Ik maak er wel een stelletje mean mofo's van. Een stelletje mujahedin. En die oudere mensen die daar nog niet aan toe zijn,
En denk ik van, tja, moet ik je voor lul zetten? Moet ik iedereen laten zien dat je alleen maar ouder geworden bent, maar niet volwassen? Wat moet ik met jullie? Wat moet ik met jullie onterechte woede? Die zich maar ergens op uit. Ja, want de Perry is niet gevaarlijk. Hij heeft een bril. Hij durft niet terug te slaan. Je moest eens weten. Hoe hard ik terugsla. Ik heb inmiddels de vechttechniek geleerd, namelijk. Want mijn vader weet dat ik gelijk heb. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat en dat is wiskunde porno. Dus ik heb geen enkel probleem met mijn vader. Laten we het daarover eens zijn. En hij is de enige waarin ik iets heb af te rekenen. Want die stomme bankrekeningen met hun vergeetachtigheid. Want na 2 jaar worden alle financiële transacties gekeild. En die kan je niet meer overhandigen aan de overheid. En die wil daar een belasting over hebben. En die zeggen dan, ja, maar je hebt niet snel genoeg gevraagd om de afrekening van zoveel. Ja, ik denk, homo's! Ik heb toch alles geregistreerd? Ja, zoek het uit! En ik moet allemaal achterover bending over backwards. Alsof ik een clowntje ben in een circusapparaat. Ik ben geen clowntje in een circusapparaat. Ik ben een kind van God. En voor de rest kan iedereen mijn rug op. En zo wil ik dat jullie ook zijn. En je houdt me op een ruzie maken en een pas op je taalgebruik. Om te beginnen. En het tweede is tot de ontdekking te komen dat God jou gevonden heeft. Een beetje. De klok die tikt maar door. Kunnen jullie die ook horen? Ik zal bij de naprocessie ik zal er een compressie op zetten. Dan kunnen jullie die klok ook horen. Die klok die tikt met een frequentie van 1 hertz. H-E-R-D-Z. Dat is zo een beetje ongeveer precies zoals ons hart klopt wanneer wij rustig zijn. Je kan onder die frequentie gaan zitten. En dan ben je wel heel erg rustig. Meestal wordt het dan gevaarlijk. Of was er een gevaar?
En dan gaat die hartslag onder de 60. Iets lager kan wel. Rustig aandoet. Een kleermaker zitten. Een voorbijganger zijn. Iedereen zien opereren. En jij doet helemaal niks. Dan kan je eronder. Wel in gezonde toestand. Niet als je gewond bent. Want dan is er een... Maar dan ben je gewond. Moet iemand jouw wond repareren. Zestig keer per minuut noemen we dat. En dan 60 minuten vormen 1 uur. En 4 keer 6 is 24. En 24 uur maken 1 dag. In rustige tijd, waarbij het hart 1 seconde slaat, 1 hertz, 1 keer per seconde slaat. Dat zijn rustige dagen. Het klopt niet helemaal. We hebben, als je een dag hebt, na 365 dagen krijg je het nieuwe jaar. En het nieuwe jaar heeft te maken met het begin van het seizoen. Het klopt niet helemaal. 1 in de 4 jaar doen wij er een dag erbij. Dat noemen wij schrikkeljaar. En 1 in de 100 jaar doen we geen schrikkeljaar. Dus je kan zeggen, bij benadering klopt ons hart met de dag. Maar niet helemaal. Want je hebt opgewonden mensen. En die moeten langer slapen. Zo is dat. Ja, maar als je dat zo zegt, dat betekent dat God niet perfect is. Dat klopt. God is namelijk niets. En wil je van je opgewondenheid afkomen? Stel jezelf gerust. Weet dat God van je houdt. En God heeft, die heeft ergens in zijn dossier het aantal van jouw haren staan. Als jij wil weten hoeveel haren je hebt, dan moet je dat van God vragen. Die weet het wel. Denk je eens in wat voor een lekker warm bad je dan ligt. Dat jij helemaal gekend bent.
ik heb een rolstoel. Ah, dat is mooi. Kan je nog een vinger bewegen? Kan je nog indruk maken? Kan je accepteren dat alles bedoeld is om van jou te houden? Dat jij bedoeld bent als een kind van dat. En dat je alles mag zeggen wat je wil. Sticks and stones can hurt my bones. En de rest. Alles jou vergeven is. En dat alles jou smeekt. Om aan het werk te gaan. Het kleine werk. Die uitkering die loopt heus wel door. Al die bangerikken die denken, ja, ze gaan FEMA-kampen maken in de polders daar bij het IJsselmeer. Dan worden we allemaal ondergebracht en dan stampen ze die dijken door. En dan zijn er zoveel miljoen multiculturele Nederlanders, want in Almere wonen nogal veel buurtenlanders. Die worden allemaal verzopen. Ja, waarschijnlijk een keertje wel. Maar dat heeft daar niks mee te maken. In Almere, iedereen die in Almere woont, die weet dat hij 6 meter onder de zeespiegel zit. De IJsselmeerspiegel. Maar dat is echt de zeespiegel. Je hebt die IJssel, die rivier, die stroomt ook maar door. En zouden ze die boel onder water gaan leggen? Ik denk dat dat opgeschreven is. Ik durf wel een tientje op tafel te leggen tegen 5 euro van jou. Dat lef heb ik wel. En ik krijg jou 5 euro. Dat plan is al uitgeschreven. De Alexanderpolder, die blazen ze ook door. Als het nodig is. Nu niet. Stel ik je mafkeil. En daar zit jij tussenin. Midden in de oorlog. Helemaal vastgespijkerd aan het kruis. En het enige wat je mag vragen is: Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Er is maar 1 interpretatie van die frase. En nu gaat het over de applicatie. Heb je dat goed begrip? Nee, ik wou niet posten. Inmiddels zijn jullie in slaap gevallen. En op zijn hamburgers zag ik tjus. Een dag lieverd.